Johan, heeft hij nu inmiddels het respect van de selectie? Marcel Keizer, juist niet? Nee, kijk, ik heb niks tegen die Keizer, echt niet. Ik ken die man helemaal niet. Lijkt me een hele correcte man. Dat zal best een goede training zijn. Maar hij heeft de personality niet en heeft vooral de status niet. Kijk, als hij zo'n jong spelertje passeert en er zit een trainer met status waar die spelers tegenop kijken, dan gaat hij echt niet in de media zeuren van ja, ik ben er niet mee eens dat ik niet in de basis sta en zo. Het feit dat zo'n jochie, een snotneus, dat al durft, dat zegt veel over zijn status binnen zijn groep. Ja. Dan gaat hij nog in de persconferentie laten merken dat hij eigenlijk wel een beetje op zijn pik getrapt is. Dat was inderdaad. Dat camoufleert hij dan een beetje van dat het een hele goede week voor die jongen geweest is, maar kijk, dit zijn van die kleine incidentjes waar je uit op kunt maken dat het tussen die groep en hij, daar is niet de juiste hiërarchie. Nee, maar die club, ik denk dat dat team denkt, hij is zoekende en dat blijft heel het jaar. Ja. Dat is wat ze denken. Die komt niet dadelijk met een vast iets. Die blijft hij is nog steeds niet uitgepuzzeld. Nee, hij is nog steeds niet uitgepuzzeld. Nee, dat gaat hij de hele tijd blijven doen. Jan Keizer. Marcel Keizer. Marcel Keizer, inderdaad.